Een hele goede morgen. Super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en hier beneden te abonneren, jongens. Jaden is in zijn eentje naar school toe gelopen, want Zoumea die gaat vandaag voor de, ik denk voor de eerste keer op schoolreisje, jongens. Met de bus wordt ze opgehaald. Dan gaan ze daarheen rijden, gaat ze daar de hele dag spelen en dan straks met de bus komt ze ook weer terug. Dus daar heeft ze heel veel zin in. Ze is boven gaan omkleden. Ze zet een speciaal t-shirt aan voor als ze... Ik weet niet, kwijtraakt, wegloopt, omdat ze weet waar ze vandaan komt, welke school. Dus heel leuk is dat. Ze gaat zich klaarmaken. Zij moet dan een half uurtje later, pas om 8:30, moet ze om 9:00 op school zijn. En dan 8:45 vertrekt de bus en dan gaat ze lekker spelen. Hier in de buurt, denk ik, echt een kwartiertje rijden. Maar wel heel leuk voor ze, want een hele grote bus, dus hij zat er heel veel zin in. Dus kijk, vraag zelf met ons mee. Klaar voor? Voor de eerste keer. Eerste keer op schoolreisje. Ja, niet de eerste keer, maar op mijn oude school. Nee, toen was je dan nooit op schoolreisje, toch? Wel hoor. Nee, was je ook één met de bus? Ja, met de witte bus. Oh ja, dan mocht je, samen, dan mocht je nog naast Jaden. Ja. Ja, je was wel al een keer op schoolreisje. Waar ging dan heen? Dat weet ik ook niet meer. Nou, weer. Ja, ook, staan er ook geen toe ook mee. Echt? Ja. Yes, dus ik heb Zoumea gebracht, uitgezwaaid met de bus. Heb ik niet gefilmd, dat zwaaien met de bus. Maar de bus reed, het duurde best wel lang voordat de bus ging rijden. Dus toen de bus ging weg ging rijden, ging alles zwaaien. Maar het waren zwarte ramen, dus je zag ook niet waar Mimi precies zat. Maar we hebben gewoon gezwaaid naar de bus. Dan sta ik nu in het washok. Ga ik even wassen. Dit is allemaal al droog en schoon. Even opruimen. En dan de volgende was is ook al klaar. Kan die ook in de droger. En dan vanmiddag om 3:00 dan komen ze weer terug met de bus. Dus, en dan is Jaden ook uit om 3:00. Dus dan haal ik ze altijd tegelijk op. Ben ik echt benieuwd hoe ze het heeft gehad. Maar zij zei dus dat het nog niet haar, dat het niet haar eerste schoolreis is. Dat we de vorige school ook een schoolreisje had gehad. Dat was ik even kwijt, even vergeten. Dus maar alleen maar leuk. Ze vond er echt heel veel zin in. Even dit allemaal in de droger gooien. Ik heb inmiddels ook het bed boven verschoond. We slapen altijd met z'n drieën in één bed. Kinderen willen niet in hun eigen bed meer. Dat is prima. Dus ik heb even lekker verschoond. Kunnen vanavond lekker met ons drieën in een schoon fris bedje. Ik dacht net, over 10 minuten moet ik vertrekken. Want dan is het 3:00. Tenminste, dan is het 2:55. Het is echt 5 minuten lopen naar school. Dus ik denk, over 10 minuten moet ik vertrekken naar school toe. Krijgen we nu allemaal een berichtje dat ze te laat zijn met het schoolreis. Ze gaan nu pas vertrekken. Dus zijn er over ongeveer een kwartiertje, 20 minuten pas. Maar dat geeft niet. Dan komen we wat later aan, dat geeft niet. Dan haalt Jelle sowieso om 3:00 op. Dan blijven we lekker op school. En dan kan hij even op het schoolplein spelen, misschien nog met wat vriendjes. En dan wachten we tot Zoumea komt. Die komt dus een half uurtje later of zo. Rond 3:30 komt ze. Kwart over drie, half vier komt ze ongeveer. Dus dat mag, geeft niet. Dan ga ik zo Jelle ophalen en dan gaan we lekker op school blijven. Oké, oh. Yes, kan ik zo de deur uit? Ik ga de kinderen ophalen. Tenminste, eerst Jaden. En dan blijven we even daar en dan zo weer. Daar ga ik. Mama, die ultimatieve zin. Ik kan zelf moet omdraaien, toch? Mim? Ja. Hoe was je schoolreisje? Wat heb je gedaan? Gewoon ijs eten. Ijs, ja? Ja, en nog meer? Weten niet meer. Nee, heb je buiten gespeeld of binnen gespeeld? Buiten en binnen. Buiten en binnen. En waren de alpaca's er? Alpaca's? Nee. Oh, en de geitjes? Nee. Ging je op die hele grote kabelbaan? Kabelbaan. Buiten? Nee, wel van de kabelbaan. Zo rechtdoor, zoiets.
Met z'n tweeën. Ja, die bedoel ik. Ja. Ja? En... Geen wedstrijdje doen net ook net onze klas. Echt? Je wilt gewonnen? Ja, ik. Heb jij gewonnen? Goed zo. Nee, iemand anders. Oh, wel iemand anders. Omdat ik er niet zitten. Oh. Dat kon ik niet. Oh. Ga maar. En heb je binnen gespeeld? Ja. Wat heb je gegeten? Een ijsje, dat weet ik al. Patatje. Patatje? Oh. Een vis. Ik doe... Ja, kaas. Wat je ook bij de McDonald's hebt. Die kaassoufflé. Kaassoufflé! Oh, kaassouffleetjes! Oh. Eigenlijk zou ik vandaag noedels maken, maar dan krijg ik ook zin in McDonald's door jou. Niet zeggen dat je patat hebt gegeten, oké? Patat! Nee! Was lekker? Ja. Met de kaassoufflé. Lekker. En verder heb je gewoon lekker gespeeld. Ja. Heb je nog paardje gereden? Waarom niet? Wat heb je dan gedaan? Je hebt bijna niks gedaan. Ik had naar die bal toch gespeeld. Heb je de bal gespeeld? En tegen wie ging je die bal doen? Tegen iedereen. Iedereen. En dan ging je nog naar de koeien kijken? Koeien. Ja, je kan toch boven de koeien lopen? Ja. Heb je dat gekeken? Ja, maar ik vond het te eng. Was een beetje spannend, hè? Heb je wel een leuke dag gehad? En waarom ging jouw bus zo hard toeteren toen je wegreed? Ja. Hij ging heel hard toeteren, hè? Waarom? Ja. Is dat wel onze bus? Ja? Ja. Zag je mij zwaaien? Ja. Toen je ging wegrijden? Zag je mij zwaaien? Nee. Zag je me niet zwaaien? Nee. Zag je mij zwaaien niet? Ja. Wel, Jaden? Ja, maar niet. En toen jij terugkwam, dacht ik dat je weg was. Wat was je nou? Gewoon naar de bus. Was je onder de bus? Oeh, in je verstoppen. Ik dacht dat je even kwijt was. Komt de bus aan, is de bus helemaal leeg. Zat er geen kindje in, hè? Nee, niet één. Nee, nul kindjes. Ik dacht, oh. Je hebt alle kindjes vergeten. Nee. Je bent wel voor mij je jas vergeten, klopt dat? Nee, die heb ik uitgedaan. Had je wel jas aan? Ja. Maar jullie waren te laat op school, omdat iemand zijn jas kwijt was. Wie was zijn jas kwijt? Niemand. Oh. Je had bericht gestuurd dat iemand zijn jas kwijt was. Oh, wat is er dan? Ja, dat heeft ze niet verteld. Oh. Mama, het was wel leuk? Ja. Goed zo, schatje. Maar ik zag daar wat. Ja, maar ze brengt er weer terug. Ik ga zeggen. Wat ga je...